Ja, je eerste derby. Hoe was het? Ja, gruwelijk. Ik denk, kwam het veld op bij die warming-up en ik zat al 2 uur in de kleedkamer, zo, dus ik wist helemaal niet wat er hier gaande was op het veld. En toen zag ik die sfeeracties en die DJ-boot. Ja, gruwelijk. Echt gelijk kippenvel. Wij gaan naar een andere reactie, die van een speler van Spakenburg. Ook eentje die deze derby in het dorp al van de kleins af aan heeft meebeleefd, Juri Koelewijn. Ja, die ken ik. Ja, die ken ik. Jonge knul, die ken ik. Ja. Ja, dat is gewoon heel, heel fijn dat die knaap zich ontwikkelt en dat hij nu bij ons in het eerste elftal speelt. Ja, dat vind ik fantastisch. We hebben nu Juri Koelewijn. Heeft de laatste weken echt grote stappen gemaakt, maar dat zien we ook op de training. Even in voetbaltermen of in trainingstermen. Het kwartje is gevallen bij hem. Ik ben een beetje gestopt met drinken in het weekend. En ik merk gewoon door de week dat ik echt scherper ben. Laat maar zeggen, ook gewoon met trainingen, volle bak. En dat was eigenlijk de key naar zijn basisplaats. Ja, hoe hij over John de Wolf praat in dat item, hoe hij praat over niet meer met zijn vrienden op stap gaan op vrijdag en zaterdag en ervoor leven. Hij heeft niet de pannen van dag gespeeld, maar wat een leuke jongen zeg. En wat gun je het een echte Spakenburger om die derby mee te maken? Ik ga het veld op en dan vergeet je alles. Laat me zeggen, de tegenstanders zijn anders, zijn we groter, maar ja, voetbal blijft zelf. Vroeger ook, toen hij een jaar of 6, 7 was, dan kwam je met elkaar het veld op. En dan keek hij zo naar boven, naar die kleedkamer, de muziek vanuit die kleedkamer. Zo van, oma, zou ik dat ook een keer redden? Ja, je best doen, joh, maar kan je niet doen. En dat hij daar nu staat, ja, dat is superleuk. Weet je wat het is? Iedereen geniet mee. De hele familie is enthousiast. Ja, en zelf is hij zo bescheiden. En dan, superleuk voor hem. Ja, buiten het veld ben ik wat rustiger. Kijk, in het veld ben ik laat maar zeggen, voor helemaal niet meer bang. Dan gaat er een knop om en dan is het die wedstrijd. En dan voetballen voor je leven, laat maar zeggen. Vooral met die wedstrijd. Sinds ik speler ben, laat maar zeggen, is de supporter wel wat minder geworden. Maar ja, natuurlijk, ik ken iedereen daar. Bijna elke sport ken ik. Tenminste, niet persoonlijk, maar qua gezicht ken ik echt bijna iedereen. Maar ja, dat is. Daarom merk ik wel, als ik bijvoorbeeld na een wedstrijd in de kantine kom, dan voel ik me ook gewoon weer gewoon lekker. Ik voel me gewoon thuis, laat maar zeggen. Het is mijn club, ja. Zo voelt het.